En is er dan ook een jongen die je moet kussen? Ja. Wat? Wat? Nee, die zit daar op te leunen. Geniaal dit. Goedemorgen dames en heren, welkom bij weer een gloednieuwe vlog. Ik sta hier te wachten bij de winkel op mijn taxi. Die komt er nu aan, hè. Kijk eens. Oh, ze rijdt bijna weg. Waar rijd jij nu weer, joh? Jongens, toch. Echt waar. Ja, wij zijn even als eerste in de ochtend naar de winkel geweest. Even een paar dingetjes gehaald, zoals twee chocobroodjes, daar had ik zin in. Als een bijtje. Fruit. En Bo had ook chocobroodjes nodig, maar bevroren. Diepvries chocobroodjes. Voor haar laatste stageopdracht. Dus, schoolopdracht. Dus dat hebben we ook even gehaald. En ja, nog een paar dingetjes die we gewoon nodig hadden. Dus dat hebben we nu gedaan. Op naar huis nu. Op naar huis. Toet, toet. Oh, gewoon nog eens twee lekkere chocobroodjes, dames en heren. Heerlijk. Want de laatste tijd eet ik dus best wel veel brood 's morgens. Wat ook gewoon super nice is. Want het is nog eens fijn om gewoon even zo echt een ontbijtje te hebben. Lekker dit. Wat gaat er zo meteen gebeuren? Ik ga een trouwkleed passen. Oei, oei. En waarom? Want ik ga trouwen. Echt? Met wie? Met iemand die mij wel te huwelijk vraagt. Wie is dat dan? Dat weet ik nog niet. Ja, zometeen wordt er dus een trouwkleed gebracht voor Bo. Die gaat dat even passen. Niet omdat we gaan trouwen, nog niet. Dat zijn we nog niet van plan. Maar ja, waarom gaat je het dan wel doen? Ik ga een videoclip meespelen. Ah ja, een videoclip. Oh, dat was ik al vergeten. Ik dacht dat het gewoon voor een opdracht was. Nee, het is een videoclip die moet gemaakt worden. En dan moet iemand in een trouwkleed rennen of zo. En dan mocht jij zijn. En is er dan ook een jongen die je moet kussen? Ja. Wat? Nee. Tuurlijk, ja, je trouwt toch niet alleen? Ja. Dat is niet waar. Nee. Dus dat jij mee wilt doen? Nee, dat ga ik niet doen. Het is voor een opdracht, niet voor Bo haar school deze keer, maar voor Mirte, een vriendin van Bo haar school. En ja, jij mocht figurant spelen. Doe, allee, figurant. Ja. Goeie daad even. Dus ja, ah, dus je mocht... is daar. Ah, is ze er? Dus je mocht alles oefenen hoe het is om in een trouwkleed... rond te lopen. Spannend. Misschien past het niet eens. Ja, wie weet. Jong. Moet dat echt zo? Zo moet dat? Oei, dat is wel lang, hè? Ja, maar ik weet niet of ze dat gaan gebruiken. Misschien wel. Dit is het, of wat? Ja. Oei, ja, dat is... Allee, ik kon niet zeggen dat je dik bent, maar dat is wel heel smal, hoor. Ja. Krijg je toch geen lucht in, ja? Ja, dat is de bedoeling misschien. Oké, wacht, hè. Klaar? Ja, kom. Kom nu binnen. Maar kom niet toch binnen? Wauw. Dat moet echt op je haar vanaf. Maar wat is dit ook, jong? Doe dat zo helemaal. Doe dat helemaal. Doe dat gewoon zo. Ja, dat is wel beter. Ik zal een muziekje editen, kom maar. Oké. Wauw. Nee, dit moet echt niet zo. Normaal moet dit in je haar, maar ja... Dat gaat niet zo makkelijk. Dus ja. Maar wat gaat je doen? Vind je het oké? Het is niet het kleed wat ik zou kiezen, nee? Maar... Het is ook heel lang. Vind jij het oké? Ik moet het niet dragen, dus ik vind het oké. Oké, zeg even wat je moet doen. Jij moet eigenlijk weglopen. Ik ben de baas. Dus je moet nu oefenen om te lopen. Oké, kijk nog. Ja. Weg van de kerk. Oh my god. Ja, het gaat nog best goed voor hoe lang dat eigenlijk is. Ik denk niet dat je zo blij gaat weglopen, wel niet. Nee. Sorry. Oh my god. Maar je was met de school. Nee, jij rolt het af, hè. Ah, je moet wel nog even in je rol komen, want anders gaat het niet lukken. Maar dat moet meer naar voren, dat moet zo... Ja, dat moet ja, zo, nee, jawel, jawel, jawel. Dat ziet er goed uit, zo. Het valt wel af. Je moet even... Full effect wel hebben voor te oefenen, hè? Wat doe ik allemaal? Gratis. Even. Echt, hè? Waar houd jij mee bezig? We hebben wel iets drinken aan, Mirte. Wanneer? Weet ik niet. Op mijn kost of wat? Ja. Ik krijg een heel trok niet. Is dat niet goed genoeg? Ik moet dat niet meer hebben. Allee, loop maar. Maar niet op het. Maar niet zo op het. Ik vind het weer zo. Echt, dat is een janet. Oh my god, dat is het toch niet hoor. Ik denk dat we dat gaan moeten vastspellen of lijmen of zo. Oh, oké, okay, even thumbnail. Zit je er blij mee? Ja hoor. Ja? Leave me alone now. Ik wil trouwen. En ik wil niet meer trouwen, dat is het.
Je moet echt nog in de rol komen, jij. Holy shit. Ik was bijna weggereden met mijn camera op het dak, mensen. Oh ja, dat was wel even schrikken. Goed, Gijs en ik zijn de auto ingestapt, want we gaan nog wat bestellingen de post opdoen van de BFM hoodies. Ik heb heel toevallig gisteren nog eens reclame gemaakt en deze nacht kreeg ik al een paar bestellingen binnen terug. Dus zonder dat die vlog online is gekomen, die komt vandaag pas online. Dus we gaan weer even wat hoodies de post opdoen. Het is weer zover, hoor. Het heeft nog eens geregend. Het heeft nog eens geregend hier. Maar ik denk wel dat we erdoor kunnen, het is niet zo diep, dus ja, dit redden we wel, hoor. Just. Kijk eens. Oh. En ik rijd nog traag, hè. We zijn aan het drijven, ik voel het. Het drijven. Oh, kijk, daar stopt het al. Oh, maar hoe kan dat hier altijd zo snel overstromen, hè? Haar, zo mensen, de pakketjes zijn weer afgeleverd hier in de winkel. Achter mij kun je dat doen en dan sturen die dat op. En hier is het straks kermis. Gaan we eens een kijkje nemen straks. Ja, smoutenbolletjes. Dingen, ze kunnen GoPro aan doen en noem het. Botsauto's. Dat is wel een lachje zijn. Er is toch niets anders dan de botsauto's. Dat kunnen we straks wel doen. Ja, is goed. Maar ja, de kermis is nu nog niet open, dus dat gaat nog. Gaat het? Ja, gaat het. Oh, yo, mensen, we komen terug thuis. Er zit gewoon een kikker in mijn zwembad. Daar zo. Is hij eruit te halen? Ja, zou die nog leven? Ja. Denk het wel, hè. Maar hoe kan die... Ah ja, kikkers kunnen ook in water, toch? Oh, het is wel terug vuil. Moet nog eens gepoetst worden, maar check. Mensen. Film even met mijn telefoon, dan kan ik beter filmen. Kijk, of beter inzoomen. Wayo. Die is ook echt groot. Hey! Weet je nog dat er in de week een voor de deur zat? Misschien is dat die. Oké, okay, haal hem er maar even uit. Gaan hem redden. Maar zou die niet naar boven kunnen zwemmen? Nee, hij is niet aan het zwemmen. Hé, die zit daar op te leunen. Kijk ja. Dat ziet er echt grappig uit. Kijk die chillen, ja. Kijk dan. Maar in de wei zetten. Nou, hij gaat er wel niet uit. Misschien wil hij er terug in. Of hij is nog aan het bekomen en op adem aan het komen of zo. Wat heb jij gezien? Vogels zijn weg. Maar dat kan toch niet? Dramatisch. Dat kan toch niet, ja. Zoals jullie weten, of zoals de meeste mensen wel weten, hebben we dus pas gezien dat er... We waren ouders. Babyvogeltjes waren in dat ding. Maar je zit niet aan het pranken, hè. Schat, doe het open dan. Ik hoor ze toch. Maar dat is dat hier? Niet. Dat zijn die vogels, boer. Nee, dat zijn die wel niet. We hebben er keigoed aan de boel, hè. Kijk jij er eens in. Zit hier toch gewoon in, hoor? Nee. Hoort ze toch? Nee, dat... Dat komt van hier. Dat is boven. Dat komt van hier. Ah ja. Die zit daar gewoon in boven. Dat komt echt vandaar, dat geluid. Nou, dan wel. Boah, zo liggen tegen ons. Ik zie toch niks? Ik zie ze toch? Ik zie ze. Boven. Ja, wat zeg jij dan? Ja, kijk, kijk, je ziet iemand een bakjes open zitten weer. Kijk, doe het open dan. Nee, maar waarom zit je ons aan het pranken? Jawel, dat gaat zeker aan het lopen. Omdat ik dat niet zag. Maar zit die mama vogel daar ook in? Nee. Moet ik eens kijken dan? Ja. Oké, okay, alvast. Die mama is heel lief ook. Sanne heeft hier brood gelegd. Oh ja, ik hoor het. Hier. Maar waarom is die mama dan? Zie je de staart? Kijk, hier zit hier die staart. Wacht. Dat is ons opbrengen. Hoi, joh. Oké, ik ga eens met de telefoon proberen filmen. Wow, die zijn gegroeid. Oh my god. Hoeveel? Ik ga zo kijken. Wow, die zijn echt groot geworden. Wow. Ik ga terug te doen. Ja, en die maken zo'n lawaai dan. Ja, die waren echt een type. Maar daarnet waren die heel stil met mij dus. Oké, okay, ze zitten er dus wel nog allemaal in, gelukkig. Hoe lang denk jij dat ze er nog in gaan zitten? Ik denk een week toch zeker? Ja, als het één ei nog niet uit is, 2 weken hoor. Ja, 1 ei is nog steeds niet uitgekomen, dus we vrezen ervoor. Maar die mama zit er dus ook bij, dat zag je. Oeps. Ja, en jij weer zeggen dat er niks in zat. Ja, ik was ongerust, zeg. Ja, snap ik. De vogeltjes leven dus gelukkig nog en ik heb mijn pakketje met de hoodies weggedaan. Er was ook iemand die had meerdere hoodies tegelijk besteld, dus... Het zit allemaal op de post en nu ben ik met de 2 dames op pad, want we gaan... Naar een lentefeest. Ja, via gaan we heel gek genoeg naar een lentefeest van iemand. Ik ken zelf die persoon niet zo goed, maar ja, het zou gezellig zijn. Er is ook eten, wij mogen ook mee eten, hè, besef. Ja. Is leuk, hè? Heel leuk. Oh, kijk eens mensen, heerlijke pasta. Hey, die is wel echt goed, hè? Die hond is er ook al de hele tijd met dat balletje. Ja.
Allee, iedereen is aan het gooien, maar die hond is echt buiten adem. Die is echt al de ganse namiddag bezig. Dus wij gooien niet. Blijkbaar. Dus, nee, dit is wel echt lekker. A few moments later. Oké, dames en heren. Van het lentefeest zijn we verder gereden naar de kermis. We wachten alleen nog even op Sammy en Evie, want die komen ook mee. Maar we zijn hier al met Mr. Gijs, Mrs. Bo. Hoe zeg je dat? Mr. en Mrs. Oké, Mrs. Bo. En we staan hier met mijn nieuwe auto, de GLE. Nee, maar dit is wel echt dik. Ik vind zo GLE's, als die volledig zwart zijn, oh, echt vet. Heel dik. Maar goed, daar is dus de kermis van achter. Zoals ik zei, we wachten nog even op Sammy en Evi en op Daan. En dan gaan we even naar de kermis. Gezellig. Ja. Onze hippe Sammy is ook weer gearriveerd. Ik kan wel weer niet meer, hè. Wat? We gaan echt muntjes doen met Sammy. Ja. Ik ga toch weer stuk, hè. Aanvaard. Oké, hey. Gijs gaat de eerste zijn. Welke gaat je... Voor de te ver. Oh, nee, dat is niet te ver. Oh. Stel u voor, eerste keer. Oh, dat was zo mooi geweest. Ja, je moet nog eens. Nog één keer. Oh, waar gaat jij naartoe? Waar gaat jij naartoe, Pik? Allee, al. Inzicht. Iemand anders? Nee. Doe jij nog eens? Ik heb al veel gevangen, maar doe maar. Doet jij nog eens? Nee, doe maar, joh. Gijs gaat er nog eens voor, hoor. Ik sta wel een veel van nadraaien. Spannend. Gaat dit hem worden? Maar Gijs, jong. Heb je een briljetje? Kijk eens mensen, we hebben een hele doos vol met muntjes. Heb je al gewonnen? Ja. Nee. Wow, joh. Oké, dus je moet daar muntjes bij leggen en dan gaat dat al de rest duwen. Oké, spannend dit. Gijs gaat ook even doen. Helemaal niks. Ik heb dit zelfs nog nooit gespeeld, mensen. Nee, echt niet. Echt niet. Let's go. Bo heeft al 300 punten. Wat kan ik al kopen? Helemaal niks. Oké. Okay. Mag even doordoen. Deze man. Wat is dat zelfs? Gratis jetons gewoon. Ja. Dat is wel vet. Ik heb ook echt al superveel van die jetons, dus gaat wel lekker dit. Kijk, deze man. Ik heb best wel veel muntjes nog, hè. Ja. Wauw, man. Hey. Jij doet dat echt goed, hoor. Hij is echt bezig. Ik wil die duizend. Ah, deze. Nee, die doe je. Ja, dat een prime flesje. Oh, die is sick. Ja, wow, kijk deze. Gewoon een prime flesje. Ja, dit is best wel verslavend natuurlijk. Oh, ik had echt hierin moeten mee investeren. Ik heb veel vettere dingen dan dat ik hier had. Dit is eigenlijk allemaal met glitter en zo. Maar jij ziet er ook Yoda liggen. Kijk, hier ligt Yoda. Even een foto'tje. Hij heeft hem gewoon, hoor. De prime fles. Dat is echt vet. Dat is heel sick. Hang daar nu autosleutel, hè. Yes. Ja, Gijs is echt goed bezig. Dit gaat lekker worden, dames en heren. Gijs is er echt goed in. Goed, hè? Ja, goed, muntjes vallen goed. Gijs heeft gewoon een goede strategie. Wat is uw strategie? Steken. Deze man, nu heeft hij weer iets van Mario. Hey, dat is wel echt vet, hoor. Kijk hier. Super Mario. Oh, hier liggen ook nog echt leuke dingen. Hier ligt nog zo één. Die 1000 punten moeten we wel even hebben, hoor. Dat moet ons lukken. Bo is hier ook nog bezig. Ah ja, hier zit ook nog een Porsche vast, inderdaad. Wow, maar dit is wel vet, ja. Dat is echt nice. Oh, die muntje. Dat is zo'n nice geluid. Ja, jij. 1000 punten, man. Oh, yo, kijk. Deze man. Yes. Legendary. Oké, wat is de buit? Heel veel punten. Dit is echt vet wat we hier allemaal hebben. Kijk, een mooi tasje voor Gijs. Wacht, ik zal dit eens bij u doen. Ja, Pokémon Go bandje. Dat is ook al vet. Hoe noemt dat wel weer? Dat weet ik niet. Allee, geef je hand. We hebben een hele avocado. Boom, kijk, en dan heb je dus... Mooi, hè? Wat hebben we hier nog? Een hele avocados. Dat is echt leuk. Nice. Stel dat jij één aan de sleutel en ik één. Ja. Wat gebeurt er weer achter mij? Bo heeft gewoon iets gekozen. Peppa Pig. Kijk, je wordt nu van de bovenste knuffels gehaald. Peppa Pig van 70 euro. Yay. Laat eens zien. Blij mee. Ja. Je werd vroeger zo'n fan van Peppa Pig. Oh my god. Zo, we komen buiten en het is gewoon donker. Dus even hoe lang we gezeten hebben. Was het licht toen je binnen was? Ja, hij heeft al te veel gedronken daarvoor, maar het was dus licht als hij hier binnen kwam. En nu is het gewoon volledig donker. Leuk, hè? Ja. Bo blij? Met zijn sleutelhangertjes hebben. Oh, maar je hebt er echt veel vet, ja.
Wie wordt het oranje? Ja, zal ik de oranje nemen? Dankjewel, jongen. Je blij? Ja, duh. Met het ding. Met je de... weet hoe fan ik ben van Peppa Pig. Oh, hij is zo fan geweest van Peppa Pig vroeger en nu heeft ze gewoon een... En op mijn 15e verjaardag kregen we een Peppa Pig kaars. Kaars? En de eerste keer dat we naar Spanje gingen, kregen we een Peppa Pig ballon. Hoezo een kaars? Ik dacht een taart of zo, maar toch geen kaars. En nu gaan we nog even snoutenbal halen met z'n allen. Ze is blij hoor. Oh, kijk dat poeder, guys. Daar wil je toch zo eens in scheppen. Scheppen? Ja, zo is gewoon die hele schub. Ja, je hele hoofd. Ik ga vragen of jij de smoutenbollen mocht schuppen. Zelf klaar. Nee, ik ga het vragen, Mevrouw, mag jij ze schuppen? In de kom. Hij wil het eens proberen. Mogen we dat filmen? Oh. Kom. Kom, dat is geniaal. Oké, ga maar binnen. Wow, we staan gewoon in deze brak. Oké, zegt u het maar. Die smaakbal alsjeblieft. 100 euro. Allee. Ja, ja, daar gaat hij hoor. Geniaal dit. Nee. Afgieten, afgieten. Kijk eens, hoe goed zien die eruit. Wauw. Hey, je zou nog gewoon een echte zijn. Oh, geniaal. En Luc. Oh, kijk eens, nu hebben we verse smoutenbollen. Hey, door Gijs, hè. Oh ja, leuk, dank hè? Je Gijs. Dank u Gijs voor de smoutenbollen. Voor uw nieuwe roeping. Nieuwe roeping. Ah ja, oké. Okay. Gaat je zo'n kraampje starten? Ja, yes. Jij smoutenbollen. Befamsbollen. Befamsbollen. Dit smaakt toch echt al. Kijk hem ook weer. Volledige smoutenbollen in zijn mond. Gijs heeft dat heel goed gedaan. Gijs heeft dat echt goed gedaan. We moeten vaker zo'n dingen vragen om te doen. Vanaf nu altijd als we naar de kermis gaan. Zelf vragen. Volgende keer mogen fritten bakken in de frituur bij ons. Waarom zou ik zelf niet mogen? Ja, ik weet het niet, was wel leuk. Ja, maar ze zijn wel lekker hoor. En warm. Tjus. Sparijn. Sparijn. Foto? Ja. En we zijn weer lekker thuis. Oei, wat is Bo aan het doen? Je werd de kaarsje eraf aan het doen. Kijk eens, Peppa zit hier gezellig bij Yoda, die we ook gewonnen hebben op de Lunapark, of in het Lunapark van in Middelkerken. Een echte. Een echte licensed product. Ja, dus die hebben we gewonnen in het Lunapark in Middelkerken aan de zee. Ziek, hè? En deze hebben we eigenlijk met z'n allen gewonnen door allemaal punten te verzamelen. Maar kijk, zo zit je eigenlijk in Lunapark, daar zit je zoveel geld in, om uiteindelijk misschien zo eentje... En die hebben 50 cent voor betaald, ja, dat echt, je in één keer gevangen. Ja, besef mensen, dit heeft ons eigenlijk 60 euro gekost. Of ja, ons niet per se, maar... Want Bor, papa en Evi, stiefmama en Daan hebben ook meegedaan. En zo hebben we dus met z'n allen... Peppa gewonnen. Deze gewonnen, wel voor 60 euro, maar goed. Ja. Want die weten hoe fijn ik Peppa vind. Peppa heeft alleen een snorretje. Ja, hier. Klein snorretje. Dat was oké. Ja, wel en cute. En Yoda, hè. Ja, die hebben we ook al een tijdje. Heel leuk, sinds mijn verjaardag. Maar ze passen goed samen, hè? Ja. En? Of gaan we papa boven? We hebben ook nog dit gekregen van Gijs. Kijk eens. Dat hadden we ook en nog die gewoon. Hangt aan papa. Heb je die daar aan gehangen? Kijk. Boy heeft rode hartje. En ik, wat heb ik daar eigenlijk aan? Ook een hartje, een oranje. Ja, heel leuk. Ik heb ook maar meteen mijn handen gewassen bij het thuiskomen. Want van die muntjes die we daarnet vast hadden, kreeg je echt zo hele vettige handen. En je kreeg daar wel een doekje. Zo'n babydoekje waar je handen mee kon afvegen. Maar ja, dat helpt natuurlijk niet. Dus even mijn handen gewassen hier was al nodig. Nu ga ik mijn laptop even mee naar boven nemen, want we gaan wel al bedje in. Het is 11:30 of zo, denk ik. Maar ik ga nog even wat foto's editen van deze kleine camera. Die heb ik de laatste dagen veel mee op pad. En die maakt zo leuke foto's. Ik zou zeggen, check zeker mijn Insta en mijn Snapchat, want daar probeer ik er genoeg te delen. En vooral Insta, denk ik. Dus ik ga mijn laptop even meenemen en ja, dan kan ik die foto's al editen. Dat is wel fijn. Kijk mensen, ik heb er even al een paar geëdit. Deze foto's zijn zo super vet. Met zo'n beetje die oldschool look daarin. Ja, echt. Top dit. Dus deze worden sowieso gepost op Insta. Ik weet wel niet of ik alles ga posten, maar
toch een heel deel. Het zijn echt super leuke foto's geworden. Ook van voormiddag en zo nog, toen we op wandel waren. Dus ja, hele leuke foto's. Ik zou zeggen, check zeker mijn Insta als je ze wilt zien. Wij gaan nu lekker slapen, want het is 10 voor 1 in de nacht. Dus we zijn best wel moe. Maar het was super leuk, het was super gezellig. En we hebben gewoon weer goed gelachen, goed geamuseerd. Dus was leuk, hè? Ja. Maar nu dus heel moe, mee gaan slapen. Veel gegeten. Veel gegeten ook, ja. Smoutenbal nog daarnet. Oeh, lekker gebakken door Gijs. Nou, dat was ook weer echt een mooi moment. Vergeet niet te liken, dames en heren. Vergeet ook niet te reageren en te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En uw hoodie te bestellen als je dat nog niet gedaan hebt. We hebben nog enkel hoodies beschikbaar. Dus check beefandshop.be. En zie ik jullie morgen weer om 5 uur in een gloednieuwe vlog. Ciao!